Op vrijdagmiddag 26 februari is in de Heilige Maria Presentatiekerk in Asten het vaccinatieprogramma gestart voor inwoners die geboren zijn in 1956 en 1957. De kerk is logistiek gezien een ideale plek om coronaproof het vaccinatieprogramma uit te voeren. Burgemeester Anke van Ekstel van Katwijk en pastoor Steijhard waren aanwezig bij de eerste vaccinaties. Dr. Hans van Hoge, vaccinatie in de kerk, is voor u ook een verrassing of niet? Ja, dat was wel een... Ja, zou een paar maanden geleden, zeker een jaar geleden, natuurlijk nooit iemand aan gedacht hebben aan die combinatie. Maar het was allemaal heel korte termijn werk. Wij hoorden 2 weken geleden feitelijk dat wij in Asten zelf als huisartsen deze groep van mensen moesten gaan vaccineren. En toen kwam gelijk het probleem om de hoek dat mensen na de vaccinatie moeten ze een kwartier wachten. En ja, in de praktijk krijg je dat niet geregeld. Daar kun je een paar mensen kwijt, maar meer niet. En ik had er ooit wel ergens iets van gehoord. Dus ik dacht, ja, ik kende de pastoor. Denk, ik bel hem op. En, was de kerk jouw eerste gedachte? Want je hebt ook een sporthal waar je naartoe kan. Ja, maar toch was de kerk eerder. ja, eigenlijk omdat... dat zie je ook. De logistiek hier zit er al in. Daar hoef je eigenlijk niks voor te doen. Oh ja. Ze zijn hier gewend communie uit te delen. En daar komen mensen naartoe en die gaan aan de zijkanten weg. En datzelfde idee. Want in een sporthal heb je in het algemeen heb je 1 ingang. Ja. Moet je heel die vloer moet je inrichten. Moet je stoelen neerzetten. Moet je plekken maken. Dat is hier eigenlijk allemaal niet nodig. Ja. Logistiek. Ja, dat was de eerste idee. Logistiek was meteen geregeld, ook de mensen meteen geregeld. Die waren ook allemaal, de prikkers zeg maar. Ja, nee, dat hebben we binnen eigen praktijk geregeld. Ja, dat ging ondertussen door en dat moest dus ook op de andere 2 praktijken. Ja, dat is allemaal op korte termijn, maar daar ga je dan mee bezig. Die komen dus ook met een ploeg mensen hier om het allemaal te laten doen. En alle huisartsen doen mee? Ja, de 3 praktijken, alle 3. Dus dat, en de snelheid, hoe snel gaat het hier? Je moet nog beginnen, maar... Ja, we hebben daar hebben we ook aan nagedacht van hoeveel mensen mag je nou in zo'n openbare ruimte hebben. Dat is onze beroepsverenigingen zeggen daar niet zoveel over. Maar het uitgangspunt is geworden dat je met een begrafenis mag je met 50 man bij elkaar. Dus wat we nou doen is dat we er 25 per kwartier uitnodigen. Die moeten dus allemaal een kwartier wachten. Maar met de doorstroming erbij heb je dus altijd minder dan 50 mensen in de kerk. Ja. En dan blijf je binnen die veilige grenzen, zou ik maar zeggen. En dan is vandaag, hè? Vrijdag de 25. Nou, vandaag zijn wij de dokterspraktijk als eerste. En daarna komt de praktijk aan de Lienderweg. En maandag doet nog de praktijk Campanula. En dan heb je allemaal gehad? En dan hebben we deze 2 leeftijdsgroepen. Ja, 56, 57. Ja. Ja. En gaat dat daarna weer gewoon door met andere groepen ook? De leeftijden? Ja, we hopen ook zelfs nu al, ook al een gedeelte, groot gedeelte van de 1958 geboren te doen. Dat werd ook aangeraden, want ja, die flesjes worden aangeleverd. In 1 flesje zitten 11 vaccins. En die moet je per 10 flesjes, krijg je die besteld. Dus ja, die aantallen kloppen nooit precies. Dus je moet dat altijd even... En we willen natuurlijk geen enkel vaccin verloren laten gaan. Ja, en we praten hier over de AstraZeneca-vaccin. Daar zijn wat geluiden over geweest dat minder beveiliging gaf of minder veiligheid. Maar dat is... Ze hebben de termijn van de 2e vaccinatie veranderd. Dat is nu 12 weken later. En dan is dat vaccin net zo werkzaam als Pfizer en de anderen. Dus dus in die zin kwam dat ook goed uit. Ja. Volgens mij staan ze klaar om te beginnen. Ja? Ja, dan ga ik aan de slag. Je gaat zelf mee prikken? Ja, ik ga mee prikken. Dus dat, okay. Succes. Helemaal goed. Jo, okay. Pastoor Steijhard, dokter Van der Hoge kwam met een voorstel om in de kerk te gaan prikken, de vaccinaties te gaan doen. Dat klopt, ja. Wat dacht u toen? Toen dacht ik, oei, wat gaan we nou doen? Oh ja. Nee, natuurlijk omdat het heel ongewoon is. Dat is niet iets wat we elke dag doen in de kerk. En voor mij was heel belangrijk dat we enerzijds iets zouden kunnen doen voor de mensen in Asten.
Maar anderzijds is het natuurlijk ook het gebedshuis, het geloofshuis van mensen. En ik wilde ook zeker weten dat mensen daar geen aanstoot aan zouden nemen. Dus ik heb hier en daar een beetje nagevraagd, lokaal, maar ook bij het kerkbestuur en met de collega-pastoren. En die zeiden om de duur, nee, wij denken dat dat echt iets is wat we kunnen doen. En de Astertse gemeenschap die gaat dat helemaal steunen. En dan heb ik gezegd, dan vind ik het ook goed. Ja. Want het doel, hoger doel kun je nou op dit moment niet hebben. Hè? Op dit moment ja, is het, de fysieke welzijn is natuurlijk heel belangrijk. Maar we hebben ook een geestelijk welzijn en de kerk staat voor allebei. En dat we daarom hebben we gezegd, ja, hier willen we ook aan meewerken. Ja, en u zou voor alle leeftijdsgroepen de kerk openstellen? Als ze gevaccineerd moeten worden. Ja, we moeten natuurlijk even kijken of dat ook praktisch kan. Hè? Maar de kerk, de parochie is ten alle tijde bereid om daar aan mee te werken. Ja, ik zie dat de mensen het heel erg op prijs stellen. Ja, dat is ook mijn idee, ja. Maar nu moeten er nog extra kaarsjes verkocht worden. Oh ja, dat kan achter. Ja, dat kan achter, ja. U heeft zelf al een spuit gehad? Ik heb nog geen spuit gehad, want ik zit in geen enkele risicogroep. Maar u bent wel pastoor, hè? Ik ben wel pastoor. Is dat een risicogroep? Nee. Dat zijn wel belangrijke mensen. Laten we eerst de mensen doen die het meeste nodig hebben op dit moment. En de dokter Van der Hoge die zal wel bellen als het voor mij nodig is. Burgemeester Anke van Exel. De scheiding van kerk en staat wordt een keer losgelaten. Ja, het is een mooie verbinding tussen geloof en wetenschap. Dus mooi dat we elkaar zo, dat ze elkaar zo kunnen steunen. Ja, en u mag een keer naar buiten. Ja, dat klopt. Dat is wat dat betreft. Nou, ik vond het wel in het kader van corona om deze mensen ook een hart onder de riem te steken. En om te laten zien hoe mooi die samenwerking is. Vond ik het gepast om hier even een kijkje te komen nemen. Ja. Op gepaste afstand natuurlijk. Ja, allemaal hè? Ja, zeker. Wat vindt u ervan? Het is heel goed. Het is wat dat betreft ook een locatie die we zo snel bij elkaar hebben kunnen vinden. En vaccineren, ja, we zien het gewoon ook in de cijfers. Hè, mensen boven de 85, je ziet het gewoon naar beneden gaan met het aantal besmettingen. Dus ja, hartstikke goed om je eigen te laten vaccineren. Ja. Heeft u iets, weet u iets van de vaccinatie in heel Asten hoe het gaat? Nee, dat durf ik u zo niet op dit moment te zeggen. Maar natuurlijk, dit is eigenlijk de eerste locatie in Asten waar nu dus gevaccineerd wordt. Hè, voor de leeftijdsgroep vanaf 56, 57. Ja, en die andere leeftijden die volgen nog? Ja, zeker, die volgen allemaal. Hoe dat precies zit, dat wordt natuurlijk allemaal landelijk geregeld. Hè. Daar hebben wij als gemeente Asten ook geen zeggenschap over. Dat wordt allemaal landelijk geregeld met de huisarts en met de GGD'en. En u ziet natuurlijk dat het mooi is dat men elkaar ook weet te vinden. Dat ook de locaties aanwezig zijn om te kunnen vaccineren. Ja, volgens mij vindt het nog gezellig ook. Nou, ik vond het heel mooi om te zien dat je ziet nu mensen ook praten met elkaar. Hè. Ze hebben het heel netjes gemaakt dat iedereen ook, als ze gevaccineerd zijn, dat ze dan nog eventueel een kwartier moeten wachten. En dat ze dan toch in de kerkbanken op afstand met elkaar, zie je de gesprekken ontstaan. Hartstikke mooi. Ja. De cijfers in Asten zijn weer omhoog gegaan. Daar kijkt u van op? Kijken van op. Nee, je ziet natuurlijk, het is een trend. Hè. Het is niet in heel Nederland zie je het weer gaan gebeuren. Dus daar maken we ons eigen arm al natuurlijk wel erge zorgen over. Dus vandaar ook dat ik nogmaals oproep aan de mensen van zorg dat je afstand houdt van elkaar. Zorg dat je elkaar geen handen geeft. Je handen op tijd wast. En zorg er ook voor dat je dus eigen laat vaccineren. Want we zien dat dat helpt. Ja. En zorg dat je geen feestjes houdt. Nee, zeker ook geen feestjes houden. Maar wat je wel moet doen is dat je zeker ook lokaal moet gaan kopen. Hè? Er zijn nu toch weer wat versoepelingen ontstaan. Maak daar gebruik van en ga lokaal gewoon kopen. Die mensen hebben het keihard nodig. Ja, dat is de andere kant. Ja, zeker. Eerst maar eens vaccineren. Hè? Dat is heel belangrijk. Ja, preventie en zorgen dat we elkaar zo snel mogelijk wel een hand kunnen geven. Want daar kijk ik ook naar uit. Je hebt zo eens gekeken, die komt er nooit meer. Alsjeblieft, dat was hem al. Sjaak, toen je de uitnodiging kreeg, heb je geen moment getwijfeld? Of? Geen moment. Ik zei hoe eerder hoe liever. Ja. Op hier, ja, de dokter wel dat kreeg je dat, die rare ziekte eigenlijk, ja. Ja. En in de kerk, dat is een keer apart, hè? Nee. Dat is uniek. Nou, volgens mij heeft de pastoor er speciaal om gevraagd en de mensen nog een keer in de kerk kwamen. Je hebt net een prik gehad? Ja. Wat voelde? Nou, niks. Niks. Ja. Nee, gewoon een prik. Het ging ook heel snel. Wat niet? Het ging ook heel snel. Heel snel, ja. Dat voelde, dat is echt zo'n fijn dun naaldje dat je daar niks geen last van hebt. Nee. Ja. Dan had ik de AstraZeneca, ben daar tevreden over, want daar hoorde ik ook al dingen van. Ik weet het niet. Ze zeggen dat het goed is, dat is goed gekeurd, dus we gaan ervan uit dat dat klopt. Ja, en wanneer mag het terugkomen? 21 mei. Dat is over 12 weken, zeggen ze of zoiets. Ja,